Bij de wethouder en komen verwelkomen de nieuwe vader aan de gemeentegrens in Zwaarduik. Kranslegging door de heer Reinen bij de gedenksteen van het gemeentehuis. Schoolkinderen onder leiding van meester Smeels. Nestor van de Raad, de heer Rovers, gemeentesecretaris, loco-burgemeester Bijvoet, installatie op weg naar Café de Zwaan voor de officiële receptie. De heer Bijvoet als eerste spreker, 35 jaar raadslid, waarvan 25 jaar wethouder. Collega Elders van Boven Kaspel. Veerman van Wervershoofd. Dominee Spaargaren uit Aandijk. Politiecommandant De Vries uit Medemblik. Dokter Kenter, dorpsarts van Wervershoofd. Dr.
Dominee Boete, namens de Raad van Kerken. Commandant van de politiedistrict Alkmaar. Opnieuw elders sprekend namens de burgemeesters in de regio. Burgemeester Reinen met zijn dankwoord. Karsten en Grevelaar. De Simon Kokmestraat met Gon Nuchter Neuvel. De bestelauto van Paulus Berghout. Over nu naar de zeeweg in afwachting van de feestelijke stoet. Zaak van Herman Rood. Ankloos. Anneke Haakman, Trees van de Zwaluw, Maarten Nieuwboer helpt een handje bij het afvoeren van de VVW-gymnasten. De trekker van de familie van de Gracht uit Onderdijk. Jong Leven heeft de taak van de vervaren overgenomen voor de rondgang door Onderdijk. Begroeting Pastoor Geels en Meester Mors. De feestelijke stoet zet zich naar voort terwijl de schemering valt. Met de vlag Piet Pennekamp, de leider van de gymvereniging Onderdijk. Dit was het einde van deze reportage van de intocht van burgemeester Reinen.